Corine Nuchter gaat zaterdag bij het NK Atletiek in Den Haag van start als grote favoriet bij het onderdeel discuswerpen. De atlete van HVNHOP uit Emmeloord was in de afgelopen 6 jaar steeds de sterkste op dit onderdeel. Als je puur op deze gegevens afgaat, lijkt de 7e titel haar niet te kunnen ontgaan. Nou ja, ik hoop dat het daar wel op uitloopt, maar de concurrentie is hevig en de jonge talenten die zijn er echt aangekomen. En ja, ik hoop dat ik ze ook dit jaar nog achter me kan houden. Ja, en over wie heb je het dan met name? Met name is dat Jorinde van Klinken, zit ook in mijn trainingsgroep. En zij heeft dit jaar 61 geworpen. En ja, ik hoop dat ik ook in die richting kan gaan. Aan de voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen. Nuchter heeft dit jaar diverse buitenlandse trainingsstages gedaan. Ja, als ik het wat langer over het jaar terugtrek, ben ik begin van dit jaar op trainingskamp geweest in Zuid-Afrika. Daar redelijk goed kunnen trainen, wat kleine pijntjes gehad. In april zijn we naar Florida geweest en ook daar wel aardig kunnen trainen, maar helaas ook wat kleine pijntjes gehad. En eigenlijk sinds we terug zijn gaat het fysiek eigenlijk heel erg goed. Ik ben sterker dan vorig jaar, explosieve waarden zijn beter. En ik heb wat wedstrijden gedaan, ja, daar heb ik nog niet helemaal de resultaten gehad waar ik op gehoopt heb. Maar ja, ik heb wel het idee dat het er echt aan zit te komen. Nuchter is dus helemaal fit, heeft geen blessures meer en kan dus voluit trainen. Nou, ik ben nu nog even aan het opwarmen. Ja, mijn voorbereiding voor een NK ziet eigenlijk een beetje als volgt uit. Ik hou er wel van om een beetje stevig door te trainen. We gaan niet echt maximaal en tot uitputting. Maar ik pak nog wel hoge gewichten omdat ik merk dat ik dat wel nodig heb om die spierspanning te houden. De voorbereiding is dus goed geweest. Het zou heel goed uitkomen als Nuchter bij het NK weet te pieken. En dat is niet alleen om de 7e Nederlandse titel veilig te stellen. Een topprestatie in Den Haag kan haar ook een ticket opleveren voor het WK eind september in Qatar. Ze moet daarvoor dan wel de limiet van 61 meter en 20 centimeter werpen. Dat is niet iets waar ik mee bezig ben. Je wil in een wedstrijd gewoon je focus hebben op goed werpen. En als je goed werpt, dan komt er altijd een goed resultaat uit. En als je andersom gaat redeneren, ja, dan ligt je focus net niet goed. Dus nee, mijn focus ligt niet op het werpen van die limiet. Maar ja, het zou wel echt geweldig zijn als dat eruit komt. Ja, en zou het ook zomaar kunnen gebeuren? Ik sluit het zeker niet uit. Nee, want je voelt je goed, hè? Je bent in vorm. Ja, ik ben erg fit. En ik had de laatste weken wat lastige trainingen met mijn techniek. Er waren net wat dingetjes die niet klopten. Maar ik heb het idee dat de puzzelstukjes wel een beetje bij elkaar beginnen te komen. En ik hoop dat die puzzel dan compleet is tijdens het NK. Nou, ik ben super fit, klaar voor het NK. Klaar om voor mijn 7e titel te gaan. De concurrentie is groot, maar ik heb er vol vertrouwen in. Corine Nuchter uit Emmeloord. Ze komt zaterdag in actie bij het NK Atletiek in Den Haag.